In de Amerikaanse staat Nevada is op zaterdag 1 juli een wet aangenomen voor het legaliseren van softdrugs. Nevada is nu de 5e staat in de Verenigde Staten dat het legaliseren van wiet toestaat. Door de snelle opruk van marihuana is het dus niet zo gek dat er in 1 jaar tijd de eerste 5 staten overgestapt zijn naar de softdrugs. Ook wordt er verwacht dat zeker meerdere staten zullen volgen nu Nevada het toestaat. De legalisering zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld nu voor een recreatief doeleinde wiet kan roken. Het roken van cannabis is in het openbaar is nog wel steeds verboden en je kan hooguit 1 ons kopen, oftewel omgerekend 28 gram. De eerste coffeeshop is geopend op de strip in Las Vegas. De democraat Tick Zeggenblom, lid van de Senaat van de Staat, was zaterdag de eerste klant van de winkel. Zeggenblom heeft al een langere tijd gestreden voor de legalisering van wiet in de Amerikaanse staat.